Bij het afscheid van een dierbare komt veel kijken. Er moet veel geregeld worden en je wil natuurlijk dat de uitvaart perfect verloopt. Dit kan soms best een uitdaging zijn met al het verschillende beeldmateriaal wat wordt aangeleverd en de muziek die moet worden afgespeeld. Tegenwoordig gaan mensen steeds meer kijken van hoe kan ik mijn catering inrichten, wat kan ik doen met muziek, wat kan ik doen met beelden, wat kan ik doen met bloemen, wat kunnen we samen doen. En dat vinden mensen steeds belangrijker, het persoonlijk maken en daar ook de ruimte voor krijgen om dat te kunnen doen. Elke uitvaart is weer anders en zeker nu er heel veel een persoonlijk tintje wordt gegeven aan een uitvaart, ja, moet er soms heel wat uit de kast worden getrokken om dat ook te realiseren. Er is heel veel te doen met het aanleveren van beeld en geluid. We krijgen geen cassettebandjes meer, maar wel USB-sticks en via WeTransfer of wat dan ook. Dus het zou ons heel erg helpen als het compatible is, een app met onze systemen natuurlijk. Dan heb je alles kant en klaar. Dat is een vorm van digitaliseren die we graag tegemoet zien. Wat erbij kan helpen is een app die ontwikkeld is waarmee ze vanuit een eigen luie stoel of achter de keukentafel het zelf kunnen gaan samenstellen. Het grote voordeel daar ook is bij is dat het één bestand dan wordt waarmee de uitvaartondernemer altijd zeker weet dat het goed afgespeeld wordt en dat het altijd een goed bestand is waarmee ze zeker weten dat het goed overgebracht wordt. Voor de nabestaanden is de app erg prettig omdat je eigenlijk 24/7 met de app aan de slag kan. Je kunt altijd en overal een uitvaartvideo samenstellen en je kunt er ook met meer personen aan werken. Dus je kunt in je eigen vibe, je eigen sfeer, je eigen omgeving, wanneer jij zin hebt, kun je aan die video werken. En als je denkt van nu is het zover, dan geef je een druk op de knop en hij is bij de uitvaartondernemer.